Nou, voor mij dan dus nu het laatste keer het mondenteken. Dankjewel, Jan. Alsjeblieft. Nee, op hem. Zo. Peter, aan jou. Oké, dan doe dat ook met mijn eigen pen. Jan, wij zullen in elk geval zorgen dat de afspraken die van Sint-Jozef in staan nog ook goed waargemaakt gaan worden. Dus wij gaan jou uitnodigen om eind volgend jaar dan te komen kijken of we als gezamenlijke corporatie hebben gedaan wat we nu hebben afgesproken, wat dat betreft. Nou, zal je eraan houden? Ja, nee, dat gaan we doen. Belofte. Voor u een speerpunt bij deze prestatieovereenkomst met de woningstichtingen? De huurdersorganisaties trekken gezamenlijk op en zullen in 2018 vooral focus leggen op de betaalbaarheid van sociale huurwoningen. Dat betekent dat we af willen van het automatisme waarmee vaak huurverhogingen worden doorgevoerd. Al te gemakkelijk wordt gezegd, de huren gaan omhoog, altijd met het inflatiepercentage plus nog een percentage erbovenop. Nou, we vinden dat die tijd achter de rug is. Onze landelijke organisatie, de Woonbond, zet al in 2018 op een gemiddelde huurverlaging van 10%. Haalbaarheid daarvan in Almelo, nou, dat laat zich nog niet zo goed inschatten. Maar we vinden op zijn minst dat we een bevriezing of verlaging van de huren ter discussie moeten stellen. Nou, ik herken heel duidelijk het signaal van de huurdersorganisaties. Van corporaties, kijk heel goed wat je anders zou kunnen doen. Om in elk geval te zorgen dat we betaalbare woningen hebben en houden in Almelo. En dat vind ik in elk geval een heel herkenbaar signaal. Dat ons... Het is herkenbaar. Hè? Kan Beter Wonen daar ook iets aan doen? Nou, ik denk dat wij daar zeker wat in kunnen, ook al wat doen. Ik denk dat wij ook aan het kijken zijn van hey, hoe kan je nou zorgen dat die woningen deugdelijk blijven, dat ze betaalbaar blijven en dat je ook een goede woonomgeving hebt. Als ik hier kijk aan de overzijde, hebben we de Klooster of Flat gerenoveerd. Het zijn nieuwe appartementen geworden en die zijn allemaal onder de €575 huur gebleven per maand. En daarmee in ieder geval voor een grote groep bereikbaar gehouden. En ook woningen met 2 slaapkamers in. Voor mij past dat bij een beweging om goed te kijken naar een goed woonproduct, op een goede woonplek, tegen een betaalbare prijs. Hoe zit het met zonnepanelen op het dak? Ik nodig u uit om in de Seringenstraat te gaan kijken, want daar hangen ze op dit moment allemaal. We hebben daar een heel blok woningen verduurzaamd. En op alle daken hangen nu zonnecollectoren en ze werken. En ik vind dat ook een voorbeeld van hoe ga je nu in de bestaande woningbouwvoorraad aan de slag om betaalbare woningen te realiseren. Gebruik maken van technieken als zonnecollectoren.